Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video, dit keer over een compleet nieuw product, maar eigenlijk gaat het over 3D printen. Al jaren ben ik bezig met 3D printen en ik heb om te beginnen een Prusa i3 MK3, dat is een FDM printer, Fused Deposition Material, dat wil zeggen dat die plastic lijntjes op elkaar legt. En daarnaast heb ik een SLA printer, die zie je nu niet in beeld, maar een SLA printer is een resin printer waarbij zeg maar er een bed stage in een laag met resin gelaten wordt en dan door UV licht dat resin uitgehard wordt. Ook al jaren ben ik op zoek naar manieren om bijvoorbeeld dingen te kunnen reproduceren en er zijn 3D scanners op de markt. En vandaag ga ik je een unbox video. Nou, het is niet echt een unbox video, want hij komt niet nieuw uit de doos. Ja, hij is nieuw en hij komt uit zijn box. Ik ga het laten zien, maar niet de allereerste keer, want ik heb hem al gebruikt. Je gaat ook een heel klein beetje reclame in deze video zien. Namelijk die scanner, die is zakelijk gekocht, dus voor mijn bedrijf. Ja, ik heb daar een deal op afgesloten en een onderdeel van die deal is dat ik ook een beetje reclame maak voor degene die het apparaat verkoopt. Bovendien, dit bedrijf, 3Education.be, Belgisch bedrijf, is zo'n beetje de dichtstbijzijnde firma die ik heb kunnen vinden die het apparaat verkoopt. En hele vriendelijke mensen, met vooral heel veel ook goede 3D filamenten. Dus ik zou ze van harte willen aanbevelen. Maar daarnaast verkopen zij dus deze apparatuur. En dat is apparatuur van de firma 3D Maker Pro. Dit is de box. En zij hebben meerdere soorten 3D scanners. Waarvan dit eigenlijk de nieuwste broer is. En de prijs is eigenlijk de prijs van nagenoeg instapmodellen 3D scanners. De echte 3D scanners die zitten vaak in de duizenden euro's. En dat heeft ook 3D Maker Pro, die hebben bijvoorbeeld de Whale, en dat is een relatief duur apparaat. De Mole, dat is het apparaat wat ik je ga laten zien, heeft als grote krachtpunten dat hij bijzonder goed overweg kan met materialen waar in het verleden zeg maar 3D scanners de grootste problemen mee hadden. Glanzende materialen, de huid van je lichaam, zwart bijvoorbeeld. Daar kan deze 3D Mole behoorlijk goed mee overweg. Maar wat ik vind dat hem vooral nog sterker maakt, dat is de software die erbij zit. De software is namelijk extreem gebruikersvriendelijk in mijn optiek. He, natuurlijk, ik ben iemand die veel met dit soort materiaal bezig is. 3D printers en lasergraveerders en zo. Dus voor mij is het relatief eenvoudige software. Waarin je meerdere scans kunt maken. En van die meerdere scans vervolgens één object maakt. En dat is natuurlijk handig. Want zo kun je van bovenaf scannen, vanaf de zijkant scannen, vanaf de onder scannen. En vervolgens die drie laten samenvoegen in de software. En dat tot één object. Zegt er ook alvast van tevoren bij dat zij schrijven, de maker van de software, die niet helemaal 100% alleen voor 3D Maker Pro is, maar wel bijna helemaal. Zij schrijven bepaalde minimum eisen waaraan jouw PC moet voldoen. En dat is i5 minimaal 8e generatie processor. 16 gigabyte aan vrij RAM geheugen. En videogeheugen van 2 gigabyte. Nou, mijn PC voldoet eigenlijk aan geen een van alle. Die heeft een i3. Ik weet niet of dat 8e generatie, misschien 7e generatie, weet ik niet. Maar in elk geval i3, geen i5 of i7. 8 MB RAM, dus geen 16 MB RAM. En heeft ook absoluut geen 2 GB aan videogeheugen. En mijn PC trekt het. Dat betekent dat weliswaar, natuurlijk zou een sterkere PC, die gaat daar nog wat makkelijker mee overweg. Maar ik kan zelfs met mijn gewone laptop werken met deze 3D scanner. De prijs zul je je afvragen. Daar kom ik straks op terug. In het stukje waarin ik het over reclame ga hebben. Maar die zit ergens in de buurt van de ik dacht 6.500 euro. Zo moet je ongeveer rekenen. Er zit wel een levertijd op. Want het apparaat is zeer gewild. Ga maar eens kijken op YouTube. Zeg maar video's over dit apparaat. Dan zul je namelijk zeer positieve recensies zien. En dat voor de prijs van een instapmodel. En dat is heel bijzonder. Ik denk dat dit de wereld van 3D scannen ook gaat veranderen. Ik heb hem inmiddels 2 keer gebruikt. Hij werkt werkelijk als een speer. Het is werkelijk een vrij systeem.
Wij willen hem gaan gebruiken om in onze productlijn aan te bieden en ook zeg maar in staat te zijn bijvoorbeeld van kinderen het gezicht te scannen. Mensen die zeg maar het gezicht van hun kind willen vastleggen. Mijn dochter opperde babybuiken, de zwangere buiken. Ik weet niet of dat iets is wat ik zou willen, maar dat goed, ook mogelijk. Maar ook gewoon het kopiëren van objecten. Weliswaar, want dat is natuurlijk wel die hele dure apparaten, die kunnen zeg maar echt hele grote objecten scannen. Deze heeft een maximale scangrootte, ik dacht van 40 bij 40 bij 40, dus kubus zeg maar. Dus bijna een halve meter bij een halve meter. Dus een gezicht gaat prima. Maar je moet niet er bijvoorbeeld een gitaar mee willen gaan scannen. Dan moet je dat in delen doen en dan moet je zien dat je het samen gaat voeren. Want dat is natuurlijk wel zo. De uitvoer die uiteindelijk eruit komt is een STL-bestand of een OBJ-bestand. En dat kan je dan weer gaan bewerken in bewerkingssoftware als Fusion 360 of Tinkercad of wat dan ook. Goed. Het is een unboxing video eigenlijk. We gaan laten zien hoe dit er allemaal uitziet. Zo, hier staat de box waarin de 3D-scanner zit. Je ziet, het is een hele fraaie box. Ik ga hem openmaken met twee ritssluitingen. En als we dan de deksel openmaken, zien we hier in de deksel, in dit gedeelte hier, zien we maar liefst twee vakken. Het eerste wat ik ga doen, ik ga het achterste vak openen. Dat is een ritssluiting die hieronder zit. Die ga ik openmaken. Ik zeg niet dat het er zo in zit zoals ik het eruit haal, want ik heb het zeg maar als ware heringedeeld, laat maar even zo zeggen. Ik kan nu de voorkant naar voren halen. En wat ik dan heb, is om te beginnen de handleiding van de mol. Het tweede wat ik heb, en dat ga ik er even uitpakken, dat is de plaat voor op de draaischijf. Er zit namelijk een draaischijf bij en daar kan deze plaat op worden geplaatst. Hierop plaats je dan het object. En dat is het eerste wat daar uit de voorschijn komt. Gelijk even opbergen. Het tweede wat ik daarin heb zitten is een kabeltje. En dat is de kabel. Gewone USB naar, ik dacht dat dit micro-USB heette. Het is geen USB-C in elk geval. En die gaat in die draaitafel. Andere kant in de computer of een powerbank. En op die manier kan je dan de draaitafel bedienen. Laat je niet afleiden door het pingpong op de achtergrond. Dat is mijn computer die op dit moment geschoond wordt. Zo, dit berg ik weer op. Ik ga datzelfde vakje weer dichtmaken. En dan gaan we het vakje daarvoor bekijken, want er zit een vak voor. Dat is dit vak. Ook dat heeft een ritssluiting. En daarin zit eigenlijk op dit moment alleen maar een kabel. Dat is een hele lange kabel. Let niet op de sluitingjes, die zaten er niet bij. Die heb ik zelf op voorraad en die gebruik ik. Dit is het gedeelte wat in de scanner gaat. Deze gaat in de computer. En dit is de power. Hier komt zo meteen de powerkabel op te zitten. Oké, ook die gaat terug in zijn behuizingje. Zo. En het ritssluitingje weer dichtmaken. En dan komen we aan de inhoud van het grote gedeelte. We beginnen hieronder. Er zitten namelijk maar liefst 4 verschillende stekkers bij voor verschillende landen en regio's. Je ziet er 3. De 4e zit natuurlijk op de kabel zometeen. Dat gaan we zometeen zien. Dat is 1. Zodat we hem in meerdere landen kunnen gebruiken met meerdere powerstekkers. Dan krijg ik zeg maar de powerstekker zelf met daarop dus onze Nederlandse stekker. En aan de andere kant dit kabeltje. En dat past dus in die kabel die ik zojuist liet zien. Oké. Volgende wat erin zit, zijn de onderdelen van het statief. Dit is het bovengedeelte. Hier heb ik het middengedeelte. Dit schroef je hier zo op. Ja. En zometeen zullen we zien dat er nog een onderdeel is met pootjes daaraan. En hierop komt dan de scanner te staan. En die kun je dus op allerlei manieren verplaatsen, zoals je ziet. Oké. Dan heel apart wat er ook nog bij zit, is eigenlijk een schroef met aan de andere kant een, ja,
een soort van oogje, zodat je hem vast zou kunnen maken aan iets van bijvoorbeeld een keycord of wat dan ook. En de schroef past bijvoorbeeld aan de onderzijde hier in deze, maar ook aan de onderzijde in de scanner. Oké, even deze onderdelen weer even terug doen in zijn houdertje en in zijn tas. Even losschroeven. Hoppakee, gaat die vallen natuurlijk. Voilà. Krijgen we de draaitafel. Kleine draaitafel, daar komt dus die grijze plaat op die we straks gezien hebben. En hier gaat die micro-USB in met aan de andere kant de computer. En dan gaat hij vanzelf draaien. En dat is een van de twee modussen die dit apparaat heeft. Is dus dat je hem op het statief zet. Het object wat je wilt scannen. Hierop gaat plaatsen. En dan hoef je eigenlijk alleen maar de software te bedienen vanaf de computer. De andere methode, die is voor mij belangrijker, omdat ik gezichten wil gaan scannen en dat soort zaken, is simpelweg met de scanner in je hand. Dit is dus de draaitafel. En dan krijgen we het onderste gedeelte van het statief. En dat is het gedeelte waar ook de pootjes aan zitten, zodat je dat statief ook kunt plaatsen. Ja? Maar je zou hem ook op deze manier aan de scanner kunnen maken en hem dan als handapparaat zo gebruiken. Dat kan ook. En dan komen we bij het laatste onderdeel en verreweg belangrijkste onderdeel natuurlijk, de scanner zelf. Even kijken dat ik hem eruit krijg. Dit, lieve mensen, is de MOL-scanner. Met maar liefst 3 camera's, wat verlichting daaromheen. Aan de onderzijde de aansluiting voor het statief. Of eventueel die schroef met dat oogje eraan. Aansluiting voor de kabel. Dat was de kabel die hier bovenin in die tas zat. Daarmee kan je hem dus plaatsen. Maar je kan hem dus ook simpelweg als handscanner gebruiken. Ja, dat is absoluut allemaal mogelijk. De software die mee wordt geleverd, dat heet JM Studio. Enige wat ik heb gelezen is, en dat is het enige negatieve, maar dat heb ik zelf nog niet ervaren. Mocht jij de ondersteuning van JM Studio nodig hebben, dan schijnt het zo te zijn dat die never nooit reageren op mail en dergelijke. Wat ze wel hebben op hun website is een community, waarin mensen dingen mogen posten en dingen mogen schrijven, maar ook mogen laten zien hoe ze dingen maken. En dat is dan weer wel interessant. Ik hoop echt dat de ondersteuning niet nodig te hebben. Wat ik nog wel wil hebben, en dat ga ik binnenkort aanschaffen, dat is de 3D Maker Pro Connect. Dat is dat je zeg maar aan de onderzijde van die scanner een houder kunt maken waarop je je telefoon kunt monteren. Er is namelijk ook een app voor iOS en voor Android. En dat heeft het voordeel dat als je hem in handscan modus gebruikt, dat je niet steeds naar het scherm van je PC zit te kijken of je wel dat aan het scannen bent wat je wilt scannen. Maar dat je dat op het scherm op de achterzijde van die scanner doet, zeg maar, dus je telefoonscherm. En op die manier kunt zien wat je aan het scannen bent. Dingetje kost wel $85. Dus ik wil eerst even weten of alles werkt zoals ik wil dat het werkt. Gewone scannen met de draaitafel heb ik al gedaan. Dat werkt prima. Daarentegen het scannen met de hand heb ik nog niet gedaan. Zo, lieve mensen. Dat was de unbox video over de 3D Maker Pro Mole. Ik heb even op de website gekeken van mijn leverancier, dus 3ducation.be. Op dit moment kun je hem er niet bestellen. Uit mijn hoofd kostte die €649. Hij is leverbaar in 3 versies. En dat heeft dan te maken met de onderdelen die meegeleverd worden. Deze versie was de middenversie. In de duurste versie zit er ook nog een soort van camera behuizing bij, zeg maar, zodat je objecten in een witte omgeving consequent scant. Zo'n soort, moet je het zeggen, een soort van podium, maar dan helemaal wit omkast. En ja, die heb ik niet nodig. En in de lichte versie zit het statief en de draaitafel er volgens mij niet bij. Zoiets. Je kunt ook kijken op de website van 3dmakerpro.com. Want dat is natuurlijk de leverancier. Daar staat dit apparaat op. Het enige is wel dat zeg maar, zij hebben ingeschat de verkoop van die 3D-scanner, die MOL-scanner. Maar dat hebben ze te laag ingeschat, dus daar is heel veel vraag naar. En levering is dus heel lastig. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom 3ducation.be op dit ogenblik het apparaat niet op hun site heeft staan. 3ducation, ik ga ze toch nog heel even aanbevelen. Heel veel filamenten, echt heel veel filamenten. Ze staan regelmatig ook op evenementen waar je gewoon live naartoe kunt. Ze verkopen ook de Creality Ender serie 3D printers.
Goede printers verder. Ik ben meer van Prusa, maar dat geeft niks. En wat heel erg interessant is wat zij doen, en dat vind ik echt heel erg mooi, is dat zij zeg maar lespakketten aanbieden aan scholen. En dat zij daar kinderen introductie doen met 3D-printers, maar ook de leraren begeleiden in het lespakket maken voor 3D-printers. Want laten we wel zijn, de hele CNC-technologie, 3D-printers, CNC-routers, lasergraveerders, dat is natuurlijk wel de technologie van de toekomst. 3D-scanner, we gaan nog veel meer video's maken in de nabije toekomst hierover, met name over de werking hiervan. Maar er worden ook video's gemaakt voor mijn bedrijf straks hiervoor. 3deducation.be, hartelijk dank voor jullie medewerking. Jullie naam zal vaker genoemd worden, ook op mijn website en dergelijke. Simpelweg omdat we daarmee dat nou eenmaal afgesproken hebben met elkaar. Voor mijn kijkers, tot de volgende keer. En ik hoop dat je dit leuk vond. Dag.